Dag, welkom bij Spakenburg Nu. We hebben de volgende onderwerpen voor u. Rabo Samen Sterker Fonds, Turkse Bruiloft, Autismeavond, Wintermarkt. Het Alexander Monroe Borstkankerziekenhuis ontving vorige week uit handen van Jan Verseur de Gouden Oor Award Zorg. De waardering voor zorgvuldig en effectief luisteren naar mensen die zorg nodig hebben. Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat tijdens een zorgtraject de beste zorg verleend wordt, maar vooral gehoord worden is belangrijk. In het gespecialiseerde borstkankerziekenhuis staat de patiënt in alle processen centraal. De jury ervaart dit als een positieve ontwikkeling. Verseur zegt: iedere medewerker heeft volledige aandacht voor de patiënt en haar omgeving. Dit uit zich onder andere in sneldiagnostiek, persoonlijke begeleiding, heldere communicatie, een warme sfeer, een mooi interieur en tweepersoonskamers, zodat ook de partner kan blijven overnachten. Borstkankerpatiënten Benita van Wegen en Nicole Adriaansens waren bij de uitreiking aanwezig om de jury ervan te overtuigen dat de award verdiend is. Het Alexander Monroe voelt als een warme deken. Ze zien mij daar als Nicole, niet als patiënt, aldus Nicole. Benita vult aan: alles in dit ziekenhuis ademt aandacht en kwaliteit uit. Patiënten waarderen de zorg met het rapportcijfer 9.6, Zorgkaart Nederland. Meer informatie www.goudenoor.nl. Donderdagavond werd door de boei een informatieavond over autisme gehouden. Hetty Bos vertelde het aanwezige publiek wat autisme inhoudt. Daarna spraken ervaringsdeskundigen Monique en Judith. Wij spraken van tevoren met hen. Monique, ervaringsdeskundige, maar niet zelf, heb ik net vernomen. Wat is jouw relatie met autisme? Ja, mijn relatie tot autisme is: ik ben moeder van en partner van. Sinds 4 jaar geleden is de diagnose in het gezin gesteld. Aan mijn zoon die PDD-NOS heeft. En die symptomen kreeg ik eigenlijk vanaf zijn 2e jaar in dat uitte zich in woedeaanvallen. En pas toen die 8, 9 jaar, toen viel de diagnose PDD-NOS. En jouw man heeft ook een vorm van autisme. Waar ben jij tegen aangelopen voordat je het wist? Ja, mijn man heeft een andere manier van kijken naar een relatie. Heeft wat meer moeite met empathisch zijn. En dat heeft me natuurlijk in het contact in de jongere verkeringsjaren, zeg maar, is dat opgevallen. Maar ik wist helemaal niks van autisme af. En ja, ieder mens is anders. Dus hij ook. En gedurende de relatie vielen mij wel dingen op waarvan ik elke keer tegen bepaalde probleemstukken aanliep, waar geen verandering in te krijgen was. Kun je iets noemen? Gesprek voeren. Gesprek voeren waar emotie aan te pas komt. Waar gevoel aan te pas komt. En dat bleef bij hem uit. Dan was hij eigenlijk op een afstand. En dan kon ik hem niet bereiken. En ik kreeg eigenlijk niet het gesprek tot stand waar ik zo naar verlangde. En hoe was dat voor jou? Hoe voel je je dan? Eenzaam. Ja, niet gehoord, niet begrepen. En wat opvallend is bij mensen die autisme hebben, die kunnen niet reflecteren met zichzelf, maar die wijzen eigenlijk naar de ander. Dus ik kreeg heel veel vingertjes van: het ligt aan jou, jij kan niet goed communiceren, je stelt rare vragen, doe niet zo moeilijk, leef toch gewoon eenvoudig. Dat soort reacties kreeg ik terug, waarvan je dan wel gaat denken van: ik zal eens zelf aan mezelf gaan sleutelen. Maar in welke vorm ik ook veranderde of hem wilde benaderen, alles was gewoon niet goed. Ik kreeg elke keer weer eigenlijk commentaar terug van: nou, dat ging niet goed en je doet weer moeilijk. Nee, nou, ik ben nu heel anders opgesteld dan voorheen. Wat deed dat met jou? Dat maakt je best wel onzeker. Maar ik ben vanuit huis uit grootgebracht met reflecteren. En ook grootgebracht met persoonlijke groei. Dus ja, ik zag dat alleen maar als kansen om mezelf daarin te verbeteren. Totdat. Ja, totdat. Hoe kwam je erachter dat het toch niet aan jou lag?
Dat is heel spontaan gegaan. Ik volgde een opleiding. En daarin kwam ook wel eens problemen naar boven. Er was een opleiding voor alternatieve psychotherapie. En ik kon niet altijd juist op tijd aanwezig zijn. Want dan had daarvoor mijn zoon een woedeaanval gehad. En daarop dan ook mijn man, want die kon dat niet handelen. Dus dan kwam ik wel eens wat later en uitgelegd wat er dan speelde. En toen zei een van de docenten van, God, Monique, het lijkt wel een beetje op de gedragingen van mijn stiefzoon. Ik neem voor jou een boek mee. En dat was eigenlijk een boek over autisme, maar die kon zij niet zo gauw van de plank halen. En ik kreeg een boek onder ogen over Asperger-syndroom. Toen had ik Asperger-syndroom. Ik kende de link niet ook en de term ook niet. Ik kan dat niet in verband brengen. Toen dacht ik, nou, ik ga lezen. En bij de eerste 5 pagina's viel mijn mond open. Ik dacht van, maar ik lees hier eigenlijk mijn huwelijk. Ja. En toen dacht ik, oh, maar het ligt niet aan mij. Er is wat anders aan de hand. En dat was aan de ene kant een verademing. En aan de andere kant was dat heel schokkend van, dit is niet veranderbaar. En toen? En toen kom je in een soort rouwperiode. Ja, maar hoe kon je daarmee met je man communiceren daarover? Ja, eigenlijk is het een man, en dat valt ook onder autisme, feiten. Alles wat feitelijk gebaseerd is van oké, ik neem het aan. Ik heb dus volgens jou autisme. Maar that's it. Hij nam het voor lief en ging ook wel eens een keer een boek erover lezen. Maar dat was heel erg vanuit het brein geanalyseerd. Maar helemaal niet zo van, God, hoe is dat voor jou? Nee, want dan kom je weer op het empathisch gebied. Dus ook daarin blijf je dan alleen. En je moet jezelf eigenlijk ook troosten en zien op te krabbelen van, hoe ga ik nou hier verder mee om? Hoe lang ben jij getrouwd, Monique? Ik ben nu 26 jaar getrouwd. Wat doe je ermee? Hoe handel je dit? Ik verdiep me erin. Ik ben leergierig. Ik zie mogelijkheden. Ik zie uitdagingen, ook voor mijn eigen ontwikkeling. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Van waarom overkomt mij dit? En wat wil dat mij leren? Wil dit mij wat leren? En zodoende ben ik erin gaan verdiepen. En ook van, maar ja, als je getrouwd bent en je man wordt plotseling blind en die kan jou ook niet meer zo bewonderen, zoals je wil bewonderd worden, ga je hem ook niet verlaten. Zo heb ik al die interne gesprekken met mezelf gevoerd van, ik wil hier alles uithalen wat voor handen ligt om bij elkaar te kunnen blijven en elkaar te begrijpen. En dat is een zoektocht en dat blijft een zoektocht. Ik wens je heel veel sterkte. Dank u wel. Judith, jij hebt een zoontje van 8 met klassiek autisme. Wat zijn daar nou de kenmerken van? Ik denk dat het heel erg verschilt per kind. Maar Koen is heel introvert, dus heel erg naar binnen gekeerd, zeg maar. En Koen heeft vooral heel erg last van met dingen aan te leren. Bij hem zit het echt in het leren wat hij lastig vindt. Daarnaast contact maken, echt vriendjes heeft hij eigenlijk niet echt. Dat natuurlijke van hallo en goeiedag zeggen wat hij niet heeft. Als er mensen bij ons over de vloer komen, dan schiet hij letterlijk naar de zolder toe. Dus hij verdwijnt eigenlijk. En hij vraagt daarbij ook niet zo snel om hulp. Dat doet hij ook niet zo snel. Dat is in ieder geval hoe we het bij Koen op dit moment zien. Hoe kwam je erachter? Of wanneer? Hoe oud was hij toen? Dat was bij ons eigenlijk heel eenvoudig. Dat was toen hij net naar school ging. Koen heeft een broertje, Lars, en die schelen bijna 4 jaar. Dus ik was hoogzwanger toen hij ongeveer naar school ging. En dat was eigenlijk al na 4 weken dat de juf aan de bel trok. En die zei van, ik heb een kind in de klas die helemaal geen contact maakt. Die eigenlijk ook niks zegt. Die verdwijnt onder de tafel met zo'n wat gebeurt er allemaal? En vooral de taal viel haar heel erg op. Dat hij zo weinig sprak, lage woordenschat, weinig begrip. Nou ja, dat soort dingen. En toen werd er gezegd, een logopediste moet hij heen. Maar omdat wij zelf ook al een aantal keer het gevoel hadden van, nou, er is wel iets meer dan alleen maar logopedie, zijn wij eigenlijk zelf gaan zoeken. Zijn we bij mee uitgekomen, hebben we integrale vroeghulp gehad.
En de logopediste was heel mooi, kwam tegelijkertijd. De logopediste zei, ik ga hem helemaal niet behandelen als ik niet weet wat er aan de hand is. En zo zijn wij naar het audiologisch centrum gegaan. En daar hebben ze eerst gekeken naar zijn IQ en naar zijn taal. En naar ook zijn gehoor. Hè. Kan ook gedrag vertonen dat je niet goed kan horen. En vervolgens hebben ze daar nog verlengde diagnostiek. En daar is toen de diagnose uitgekomen. En hoe was dat voor jullie? Ja, poeh, die dag die zag ik, ga ik nooit vergeten. Nee, dat is heftig. Ja, dat is. Ik had heel erg het gevoel dat zeiden we ook tegen elkaar. Vanaf nu ziet ons leven er anders uit. Het is echt heel anders. Ja. En dan moet je toch anders met zo'n kind omgaan. Wat zijn jullie toen gaan doen? Ja. Je doet dingen anders en je doet dingen hetzelfde. Want dat zeiden we ook tegen elkaar. Hij is nog steeds gewoon onze zoon. Het is nog steeds gewoon hetzelfde kind. En we houden onwijs veel van hem. En hij is nog steeds zo even lief. Dus sommige dingen doe je ook gewoon, blijf je hetzelfde doen. Bij ons was het de grootste verandering dat hij heel snel naar een andere school moest. Dus naar het speciaal onderwijs. Dat was echt heel duidelijk. Dat zagen wij zelf ook. Het werd ook steeds erger. Hij leerde helemaal niks. Hij nam helemaal niks mee. Hij haakte hem echt helemaal af. Eigenlijk op alle fronten. En hij was echt ongelukkig. Dat zag je heel duidelijk. En dat is het ergste? Ach, verschrikkelijk. Ja, zo'n lief mannetje. Want hij is echt zo lief. Die dan zo, die gewoon zo niet lekker in zijn vel zit. En waarvan je ook ziet dat alle andere kinderen gaan en hij gaat niet. Nee. Dus dat is heel erg. En hoe ging het op die nieuwe school? Ja, geweldig. Ja, dus hij is van december. Hij is in januari op de gewone school begonnen. Hij is in mei, juni hebben we de diagnose gehad. En in oktober, dus dat is allemaal relatief snel. Oktober zat hij op het speciaal onderwijs. In een klas, ja, hij ging van de klas alleen al van 33, 34 kleuters, ging hij naar een klas van 7 kinderen. En 2 juffen. Ja, alleen dat is al zo'n verschil. En ja, weet je, hij hoorde er nooit bij op het regulier. En dat zei ook de juf al na een paar weken. En ze zei, ja, hij hoort er helemaal bij hoor. Hij past in de groep. Oh, wat was dat heerlijk voor jullie. Ja, ja, wij noemden het ook echt de oase. Ja, we zijn echt een soort van oase beland. Ook de eerste keer dat we bij de school kwamen, het is heel moeilijk om je kind naar zo'n school. Maar wat wij zagen aan pictogrammen en aan rust op de gangen en aan structuur. En hoe werkt dat nou precies met die pictogrammen? Want ik heb ze zitten bekijken. Ik vind ze nog wel een beetje ingewikkeld eigenlijk. Ja, maar zij hebben ze heel snel door. Wij zijn begonnen met foto's. Omdat hij in het begin ook nog niet de connectie kon leggen tussen de pictogram en de foto als het ware. Dus wij zijn echt begonnen met foto's van de juf, foto's van onszelf, foto's van de wc, foto's van handen wassen, dat soort dingen. En nu zijn we overgegaan naar inderdaad meer pictogrammen. En het geeft hem, weet je, als hij naar de wc gaat, heel concreet voorbeeld, dan gaat hij naar de wc en dan staat hij daar en dan gaat hij naar de wc. En als wij een pictogram ophangen van je gaat eerst naar de wc, dan trek je door en dan doe je het licht uit. Nee, dan ga je handen wassen en dan doe je het licht uit, dan doet hij dat altijd. En als het er niet hangt, doet hij het dus nooit. Dus dan is het licht uit of zijn broek is niet naar boven gegaan of zijn handen zijn niet gewassen. En dat gaat nooit verder in zijn hoofd? Ja, het is al steeds al veel minder als een paar jaar geleden. Dus hij kan alweer veel minder. Vroeger tekenden wij heel erg gewoon net naar bed gaan uit. Dat is al niet meer nodig. Het is een computer, hè? Zijn hoofd is veel meer een computer. Ja, als het er eenmaal in zit, dan... Koen was ook heel lang, duurde heel lang voordat hij zindelijk was. Hij is eigenlijk nog maar net een halfjaartje zindelijk. Maar dan is het ook helemaal. Het gaat nooit meer mis. Nee, en dat is voor jullie een overwinning ook, hè? Ja, dat wordt gevierd. Ja, dat zijn... Nou, ik wens je heel veel geluk met dit kind. Ja, het is een pracht van een kind. Het is ook echt genieten. Ja, dank u wel. Jeugdvoetballers die tijdens een wedstrijd een grove overtreding begaan en daarvoor een lange schorsing hebben gekregen, komen in aanmerking voor een gedragstraining bij HALT. De Verenigingsraad van het Amateurvoetbal heeft dat zaterdag besloten tijdens hun vergadering in Zeist. De training bij de jeugdstraforganisatie is bedoeld voor spelers tussen de 12 en 18 jaar met een schorsing van minstens 7 wedstrijden. De training moet de jongeren helpen hun agressie op het veld te beteugelen. Jeugdspelers die de training goed afronden kunnen strafvermindering krijgen. HALT ontwikkelt ook een speciaal traject voor jongeren die buitensporig fysiek of verbaal geweld hebben gepleegd op het voetbalveld, meldt de KNVB. Ook zij kunnen een lagere straf krijgen als ze de training naar tevredenheid afronden. De laatste dagen verdwijnt het gebouw van de oude bibliotheek in rap tempo.
was vrijdag de voorgevel verdwenen. Inmiddels staat er slechts een triest overblijfsel. Vergane glorie. Met grote happen wordt het puin in de container gedumpt. Bijna alle inwoners van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk hebben tijd doorgebracht met het zoeken naar verschillende boeken, tijdschriften en dergelijke dingen. Nu zijn er alleen nog maar wapperende flarden en gedeeltes van de muren te zien. Gelukkig is de bibliotheekvoorziening wel weer te bezoeken in de Blokkenmakerssteeg. En na verloop van tijd zal de bibliotheek een nieuwe locatie krijgen in de Oude Schol aan de Kerkstraat. Vijf buurgemeenten hadden bij het Rabo Samen Sterker Fonds een initiatief ingediend, te weten Bunschoten, Spakenburg, Ermelo, Nijkerk, Putten en Harderwijk. Woensdagavond werd tijdens de slotavond in Hart van Holland de uitslag bekendgemaakt en bleek dat Een Levende Haven gewonnen had. Tijmen was aanwezig. De feedback die we gaven aan Bunschoten Spakenburg, Een Levende Haven, is dat we het fantastisch vonden hoe mooi de film aan ging sluiten op de presentatie. Als er één initiatief is die zich enorm verbeterd heeft ten opzichte van vorig jaar, dan is dat met name Bunschoten Spakenburg. Voor onze hartelijke complimenten. En mooi ook dat dit initiatief ook een regionaal draagvlak heeft, al hebben we er wel eventjes naar moeten zoeken. En het regionale draagvlak is eigenlijk, en zo heb ik hem zo mezelf weer opgepikt, dat Spakenburg Botter City is van Nederland. De punten voor Bunschoten Spakenburg zijn 47 punten. Bunschoten Spakenburg dus, met de haven winnaar van de Samen Sterker Fonds Award 2015. Hartelijk dank aan de voorzitter van de jury, directeur van Rabo Randmeren, reikt de woord uit. Ik ben aangetrots om namens u allemaal deze award uit te mogen reiken aan Een Levende Haven. Gerrit, mag ik jou een harte feliciteren met dit fantastische initiatief. Dank je. Heer Hans van der Guchten, directievoorzitter Rabo Randmeren. Ja, Hans, een fantastische avond. Ja, absoluut. Het heeft echt al onze verwachtingen overtroffen. Niet alleen voor wat betreft de hele mooie initiatieven, maar met name ook vanuit de grote belangstelling in de zaal. Maar ook 10.000 Facebook likes, waarvan Bunschoten er ruim 2800 binnen had gehaald. Ja, dat hadden we echt niet durven verwachten. Dus het geeft echt aan dat dit leeft. Leeft zeker, als ik het vergelijk met vorig jaar. Toen was het nog gewoon in de Rabobank en nu zitten we in Hart van Holland. Dus, Ja, dit is echt een evenement wat harder gaat groeien dan mijn eigen kinderen. Dus vorig jaar hebben we het echt voor de eerste keer geprobeerd en een hele mooie avond neergezet. En toen moesten we eigenlijk kiezen van wat doen we? Gaan we doorgroeien of niet? En dan moet je eigenlijk gelijk doorgroeien naar zoiets groots. Nou, dat was wel spannend, maar met draagvlak van alle leden en al onze medewerkers hebben we dit voor elkaar kunnen krijgen. Ik noemde net zelf al de kwaliteit van de pitches. Ja, ik denk dat er ook een stuk progressie in zit. Ja, absoluut. Ze hebben ons ook heel erg positief verrast. Fantastisch binnen de tijd, heel kernachtig. En met name alle elementen raken die wij heel erg belangrijk vinden. Hè. Zo regionale werking, innovatief, economisch draagvlak eronder. Dus alle pitches draagden feitelijk de hele breedte. Heel mooi. Wat gaf uiteindelijk nou de doorslag voor Bunschoten? Het is met name de samenstel van het geheel. Wat ik mooi vond is dat de uitslag nu op een heel breed vlak lag. Het is een hele brede ondersteuning vanuit Facebook en een hele goede waardering vanuit de jury. Het zit er met name in het feit dat het puur op samenwerking gericht is en dat de Botters in dit geval een drager zijn voor de rest van de economische ontwikkeling. Dus dat is gewoon heel mooi. En een hele goede pitch van Pierre. Volgend jaar weer? Volgend jaar absoluut weer en ik hoop dat u er ook allemaal bij bent. Pierre van der Grijp, nog City Marketeer. Hartelijk gefeliciteerd met je schitterende pitch. En uiteindelijk het behaalde resultaat natuurlijk. Hè? Ja, dat is wel gaaf. Hè? Vorig jaar hadden we zulke mooie hoge verwachtingen na de Facebook-actie. En toen gingen we eigenlijk wel een beetje met een kater naar huis. En vanavond ook, maar dan doordat we een paar glazen wijn gaan nemen, denk ik.
Ja, een hele mooie. Ja, je had ook een prachtige pitch met ook een uitstekende timing. En maar een paar seconden liet je liggen. Ja, ik heb gisteravond tot 2:30 geoefend. En ik had een leermeesteres, zeg maar, aan de overkant van de kamer zitten. En we hebben echt nog wel een paar keer moeten schrappen om precies op 2:58 ongeveer uit te komen. Ja, je moet een keer hoesten soms of niezen. Dus. Maar het is aardig gelukt, vond ik. Zelfs uitstekend gelukt, Pierre. Nogmaals gefeliciteerd. Maar wat denk jij zelf dat een beetje doorslag gegeven heeft? Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, die burgemeester zit in een hokje en je weet echt niet waar ze het over gaan hebben. Melis van de groep stond naast ons en die keek zo stoïcijns dat ik eerst dacht, oh, het gaat weer niet goed. Maar hij wist natuurlijk wel aardig hoe de hazen gelopen hadden. Ik denk dat het feit dat wij als enige echt concreet duidelijk hebben kunnen maken, toch, wat de regionale effect is van zeg maar ons lokale initiatief, ik denk dat dat wel heel erg heeft meegespeeld. En eerlijk is eerlijk, het is ook gewoon het allergaafste initiatief van alle 5. De anderen wil ik helemaal niet tekort doen, maar wij hebben gewoon een supermooi plan. Jan van Dorst, voorzitter Bruin de Vloot. 22.500 euro voor de haven. Ja. Helemaal geweldig. Ja, we zijn ontzettend blij als Bottenvloot met de helling dat we deze opsteek hebben gekregen nu. En we gaan nu samen met City Marketing gaan we kijken hoe gaan we daar een mooi promotieplan van maken. Hoe gaan we dat uitdragen? En dit moet toch kunnen leiden dat we het bedrijfsleven erbij kunnen gaan betrekken. En dat we daarmee samen met het masterplan van de gemeente, en waar we dus ook nog in de stuurgroepen zijn gestart, werkgroepen gaan starten, dan moet er toch een mooie toekomst voor ons liggen. Ja, we worden gewoon toch ook eventjes Botten City van Nederland genoemd, hè? Echt, hè? Ja, we zetten dus ook de plaats Spakenburg goed op de kaart ook, hè? Het is natuurlijk Bunschoten Spakenburg al aangehaald, maar wij als Spakenburg zijn natuurlijk, geven de exposure voor de middenstand en voor het geheel. En dat doen we heel graag, doen we liefde. Het is natuurlijk onze passie is het, om dat ook uit te gaan dragen. En we worden zo ondersteund ook. Dat is geweldig, ja. Burgemeester van de Groep, uiteraard van harte gefeliciteerd met dit resultaat, hè? Dankjewel. En ik denk dat daarmee het hele dorp en de hele gemeente te feliciteren is. Mogen we een heel klein beetje achter de jurydeur kijken? Wat vonden de andere burgemeesters van dit project? Achter de jurydeur? Nee. Ik kan alleen maar zeggen, de puntenverdeling heb ik niet gezien. Hebben zij van mij ook niet gezien. Ik mocht niet op ons project stemmen. Dus ik weet niet hoe ze hebben gestemd. En er is een bespreking geweest waar de voorzitter van de jury een kleine samenvatting van heeft gegeven. En ik denk dat ik dan nog even zeg dat ze allemaal zwaar onder de indruk waren van de presentatie van Pierre van der Gijp, die zeg maar van de eerste tot de laatste seconde de doelstellingen van ons project liet samenvallen met de criteria van het Rabobank Samen Sterker Fonds. En als je dat lukt, dan kan een ander het nog verbeteren, dat kan. Maar dat is denk ik vanavond niet gebeurd. De kracht van het project en de kracht van de presentatie, die hebben het samen gemaakt. En de kracht van Bunschoten. Ja, de kracht van Bunschoten, daar staan ze altijd weer van te kijken. Maar je zou ook bijna kunnen zeggen dat ze dan zeggen, Spakenburg, dat lossen jullie toch zelf al op. En dan zeggen we, daar heb je onze hulp niet voor nodig. Nou, dat is ook zo. Dit is op het totale bedrag wat wij met elkaar moeten rapen om ervoor te zorgen dat de toekomstbestendigheid van de haven vast ligt, is dit ook een kleinigheid. Maar het is wel een belangrijk handgeld om de start te maken, om daarmee ook anderen te verleiden om in te stappen en daar dan ook financieel voor mee te doen. En dat kan zijn van een burger tot en met een groot bedrijf of een nationaal fonds. Laat ze maar komen. Maar samen moeten we deze haven op deze manier behouden voor de toekomst. We hebben in Nederland al jaren een multiculturele samenleving. Minstens een generatie terug kwamen daar vele Turkse werknemers naar Nederland. Ze zijn veelal helemaal geïntegreerd. Maar gelukkig zijn er nog enkele tradities die ook in Nederland nog in ere gehouden worden. Bijvoorbeeld de tradities rondom het huwelijk. Als de bruidegom de hand van de bruid heeft gevraagd aan haar vader, kan het huwelijk gepland worden. Voor de huwelijksdag wordt het hennafeest bij de bruid of een familielid thuis gehouden. Dit is een soort vrijgezellenfeest waarbij de handen door moeder, zussen, tantes en nichtjes prachtig beschilderd worden met henna. Er wordt muziek gemaakt en gedanst. De volgende dag is de huwelijksdag. Aan de Botter in Spakenburg keken de buren vreemd op toen voor de deur van bruid Ezra Evre zaterdagmiddag de trommel en de fluit gespeeld werden
en er buiten door de gasten volop gedanst werd. De bruid was nog binnen. Ze was in afwachting van haar bruidegom die haar kwam ophalen. Heel westers. In een limousine, dat wel. Schoonouders mogen dan niet naar binnen voordat ze een bepaald bedrag hebben betaald. In dit geval werd betaald aan de broer van de bruid. Binnen waren de vrouwen nog van alles aan het voorbereiden voordat de bruidegom zou arriveren. Heel belangrijk is het rode lint knopen om het middel van het meisje. Het rode lintje is symbool van maagdelijkheid. Dit lint wordt 3 keer om de middel van de bruid gedraaid. Na de 3e keer wordt het lintje vastgeknoopt. De bruid is dan klaar voor vertrek. De bruidegom, die was gearriveerd in een limousine, begeleidde zijn toekomstige vrouw. En nagezwaaid door familie en vrienden reisden zij af naar de locatie van hun huwelijk. Binnenkort wordt weer de jaarlijkse wintermarkt gehouden. De opzet zal dit jaar anders zijn. Kuima Duist en Jack van Zandijk van SSE, Stichting Spakenburgse Evenementen, zijn in de studio om ons er meer over te vertellen. Kuima en Jack, welkom in de studio. Ik val maar met de deur in huis. Jack, wat is Stichting Spakenburgse Evenementen? Die organiseert diverse activiteiten, dat is het grootste voor ons, zijn de Spakenburgse dagen. Dan valt er verder onder de kermis, palingroken, zandwerkenconcours en sinds kort de wintermarkt, winterkerstmarkt. Mensen vinden het een beetje moeilijk te begrijpen. Het was vroeger altijd 1 organisatie die alles organiseerde en nu in 1 keer... 2, hoe zit dat? Klopt. Vroeger viel het onder de 1 paraplu, dat was het VVV en de stichting. Alleen, die hadden 1 bestuur. Op last van de gemeente is dat gescheiden. Dus het algemene bestuur is overgeheveld naar de stichting. En het VVV heeft nu een interim bestuur. En wat logisch is, want een stichting en een VVV heeft leden. Ja. Dus derhalve. Dus in principe een logische beslissing. Ja. En alle evenementen die gehouden worden in Spakenburg, die worden georganiseerd door de SSE. Ja. Oké. Okay. Welke evenementen? Oh, je hebt de evenementen, dat zijn Spakenburgse dag, palingroken, standwerkenconcours, wintermarkt. Ja. Kermis. Waarom wordt de wintermarkt anders dan anders? En hoe anders, Karma? Hij wordt nog veel sfeervoller als dat hij was. Ja? Ja, klopt. Het wordt echt heel erg leuk. We hebben gedacht in deze donkere dagen voor de kerst om nog meer sfeer te willen brengen op die wintermarkt. Dat houdt in dat we een podium hebben. Alhoewel het geen podium momenteel is, want het is volgens mij een grote truc, hè? We hebben een oplegger van een van de ondernemers hier uit het dorp. En die gebruiken we als podium. We hebben een eigen podium, alleen dat geeft toch 's winters problemen om op te stellen. Er is veel werk aan. En koud. Ja. Dus derhalve is dit vele malen makkelijker. En het is ook een podium. Ja, en we gaan hem heel leuk verlichten. Er komen allemaal kerstbomen op. En we hebben daar optredens van allerlei plaatselijke koren. Chanukka treedt op, het kinderkoor. We hebben tekst en tanen. De dansgroepen Agilitas treden op. Excelsior. S'avonds hebben we gospel, Alruis, Spiritus, Return and Band. En het visserskoor. Hoe gezellig, ja. Ja, het wordt helemaal top. En dan gaat achter elkaar door. Er is steeds iemand die optreedt. Ja, of een ja klopt. We beginnen om 4 uur en we stoppen om 10 uur. Zo gezellig. Ja, echt heel leuk. Daarnaast hebben we wandelingen.
Jack gaat ook nog kerstwandelingen doen. 'S middags met de kinderen, 's avonds met de volwassenen. Ze krijgen allemaal een leuke lantaarntje. En dan nou, vertel maar even, Jack, waar ga je naartoe? Het speelt zich af rondom de haven. Dus ook de visafslag is ingeschakeld. Dus ik doe een kwartiertje wat vertellen over het Spakenburg, over de haven. En dan breng ik ze naar Willem. Willem van Dieremen. En Willem kan ook mooi vertellen. En die kan zeker mooi vertellen. Ja. Dat is een Spakenburgse Turk, ja. Zeggen ze wel eens spottend. Dat is wel heel mooi, ja. Ja. En moeten mensen zich daarvoor opgeven of kan het zo op de dag zelf? Kan gewoon op de dag zelf. Ja, het is allemaal gratis. Je moet je voorstellen, die wandeling is dus langs de haven. Met al die bottes verlicht in de haven. Dus dat wordt helemaal geweldig. We hebben een prachtige tent op het Spuitplein staan. Daar hebben we 4 echte verhalenvertellers. En 's middags is dat ook weer een beetje gericht op de kinderen. 'S avonds wat meer op de grotere kinderen en de volwassenen. En mensen kunnen overal gratis in. Wat leuk. Ja, echt heel leuk. We hebben glühwein, we hebben chocomel, ook allemaal gratis beschikbaar. We hebben een valkenier met echte roofvogels op de markt. Die man die gaat van alles vertellen over een grote steenuil en allerlei andere roofvogels. We hebben de arreslee natuurlijk rijden over het Spuitplein. Ja, het kan eigenlijk niet op. Zo leuk. Dan is er ook nog een creatief gedeelte. Juist. We hebben de doorloop, misschien kan Jack dat ook iets beter vertellen, hoe de markt loopt. Voorheen liep de markt een beetje gelijk aan de Spakenburgse dagen. Bij Ouweschans, de Turfwal werd erbij betrokken, Spuitplein en Broers Wetering, Kerkstraat, Spuistraat. Een stukje Sluisweg ging dat vroeger en dan naar De Ziel. En het plein bij De Ziel, dat gebruikten wij als kinderplein. Ja. Dat is nu niet meer. We beginnen wel weer Ouderschans, dus VVV, Turfwal, Spuitplein. Dan buigen we naar links af de Sluisweg op. De Ziel pakken we dan tot de parkeergarage. Aan weerszijden staan dan Kramen, dan terug. Dan nemen we het Zeilmakersplein. En dan via de Blokkensteeg komen we weer terug op het Spuitplein. En waar staat het creatieve gedeelte? Dat staat in de Blokkenmakersteeg. En wat moet ik me daarbij voorstellen precies? Alle mensen die zelf iets bedenken. Dus de ene die heeft iets gebreid. De andere heeft mooie kerstkaarten gemaakt. Het zijn allemaal creatieve mensen vanuit ons dorp die iets leuks maken. En gratis op in die Blokkenmakersteeg mogen staan. En die Blokkenmakersteeg die hebben we ook helemaal verlicht. Net als het podium, net als alle bottes. We hebben geweldige sponsoren dit jaar. Dus niet op. Ja, dit klinkt bijzonder enthousiast, maar ook heel aantrekkelijk moet ik zeggen. Verkopen die mensen dingen of laten ze het alleen maar zien? Ik denk dat sommigen ook wat dingen verkopen. Ja. Ja, verwacht ik wel. En wat wordt er verder verkocht of aangeboden? Ja, dan moet je denk ik weer bij Jack zijn, want dat is onze marktmeester. Nou, marktmeester, laat maar eens horen. Nou, je hebt een commercieel gedeelte en dat we hebben, kijken, ongeveer 110 kramen. Daar is 80% commercieel en 30% goede doelen. Zoals Hosanna en al die culturele aanbiedingen zijn dat. Het commerciële is voor ons eigenlijk wel een beetje belangrijk. Er is natuurlijk ook kleding, voedsel, waarde. Ja, en mooie dingen om voor de mooie kerst dingen, te kopen. Mooie dingen, speciaal voor de kerst. Ja, op kerst is natuurlijk iets anders dan de Spakenburgse dagen. Dus de kleding, dat viert toch wel hoogtij veel. Maar dat is niet met de kerstmarkt, niet met de wintermarkt, nee toch? De wintermarkt heeft ook kleding, uiteraard. Jullie zijn gek op omslagdoeken en weet ik wat allemaal. Ja, maar ook allemaal hele leuke dingen die op maar de kerst... Maar ook specifiek kerstdingen. Ja, want daar komen mensen toch ook wel voor. Ja. Want het is 10 december dat het gaat gebeuren. 10 december. En misschien ook nog wel goed om even te vertellen. De stichting krijgt dus geen subsidie. Dus al die activiteiten die georganiseerd worden, die worden betaald uit de opbrengsten van de kramen. Ja. Dus vandaar dat er ook wel commerciële kramen moeten zijn. Het is precies hetzelfde als op de Spakenburgse dagen. Want anders kunnen we al die activiteiten niet betalen. Nee, maar samen is het denk ik een heel mooi geheel. Absoluut. 10 december, zeg nog een keertje hoe laat. 4:00 beginnen we en we stoppen om 10:00. En het blijft gezellig, hopen wij. Mis het weer mee. En ja, Tuurlijk, het wordt hartstikke mooi weer. Ik heb net even gekeken. Ja, een beetje. Het is 7 geeft de weertoestanden. En een beetje sneeuw?
heb ik nog niet gezien. Dat zal wel heel gezellig zijn. Nou ja, ik wens jullie in ieder geval een heel fijne dag, een heel fijne middag, avond. En ik hoop ervan mee te genieten. Dank jullie wel. Okay. Graag gedaan. Dit was dan weer Spakenburg Nu. Donderdag is Los Politiek weer aan de beurt. Vrijdag Los Sportcafé en zaterdag weer een nieuwe editie van Spakenburg Nu. Nog een heel fijne dag.